Sommige mensen zeggen, ja, maar ik wil de beste e-mail tool hebben en ik wil de beste social media tool hebben, et cetera. Oké, daar is wat voor te zeggen, maar hoe ga je dan uiteindelijk het aan elkaar knopen en hoe ga je zorgen voor een geïntegreerde dashboard van je marketing KPI's? Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. En laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Growth Deep Dive. En we gaan het hebben over een tool. Een van de allergrootste tools van de wereld als het gaat om marketing. Zonder twijfel zijn zij een van de godfathers, kan je het zo zeggen, van inbound marketing. En volgens mij gaan ze naar $1 miljard. Vorig jaar was het nog 860 miljoen, zag ik eventjes op de Wikipedia-pagina. En opgericht in 2006, Cambridge, Massachusetts. Nou, ik heb het natuurlijk over HubSpot. En mijn gast waarmee ik deze Growth Deep Dive doe, is Klaas Klunder. Klaas, welkom in de show. Dankjewel. Klaas, ja, je bent onder andere freelance docent, moet ik zeggen, bij Immers, Bekenstein Business School en NCOI, waar je de NIMA A en volgens mij NIMA B doet, zeg ik het goed? Ja, klopt. Ja, het was veel, dus ik moest het even opschrijven. En je bent de aangewezen persoon om het vandaag mee te hebben over HubSpot. Even kort, waarom weet jij zoveel van HubSpot af? Nou, dat is inderdaad wel een mooie vraag. Ik heb in het verleden heel veel marketing gedaan voor softwarebedrijven. Dus ik heb voor Microsoft gewerkt, ik heb voor Oracle gewerkt. En toen kwam er dus software voor marketing, HubSpot. Ja. Ja, dat is mijn ding, dat moet ik gaan doen. Dus toen ben ik in 2013 ermee in contact gekomen. Heb ik dus mijn eigen bedrijf daar omheen opgezet. Ben naar Boston gegaan, de inbound conference. Daar zaten toen 5000 man in die tijd. En die hadden allemaal $500 betaald om alles te horen over inbound marketing. Ja. Dus dacht ik van, oké, dit is toch wat groter dan ik dacht. Dus dat was voor mij wel de doorslag dat ik zei van, oké, hier moet ik mee aan de slag. Dus sinds 2013 ben ik een hele enthousiaste HubSpotter en nog steeds. Ja, en een van de allergrootste van Nederland, misschien zelfs van Europa. Diamond Partner namelijk van HubSpot. Diamond Partner, Heuvel Marketing was de allereerste, ook in Europa zelfs. En ook dus in Nederland die met HubSpot is gestart. Ja, dat klopt. Ja, precies, want inderdaad dat had ik nog niet benoemd. Maar je bent directeur en mede-eigenaar van Heuvel Marketing. Inderdaad, Diamond Partner. Dus jullie verzorgen implementaties en ook meteen de uitvoering van de marketing. Maar dat alles binnen HubSpot. Ja, in feite kun je zeggen, wij helpen onze klanten met de inbound marketing methode. En dan gebruiken HubSpot daarbij als de tool om dat te ondersteunen. Juist, ja, oké. Wat is nou zo onderscheidend aan HubSpot? Ja, dat is een mooie vraag. Die stellen mij daar wel meer mensen. Nou, ik denk dat het grootste verschil hem zit in het feit, nou, er zijn eigenlijk twee aspecten, laat ik het even zo zeggen. Je hebt, ten eerste heb je de best of breed discussie of de suite approach. En dat wil dus zeggen, sommige mensen zeggen, ja, maar ik wil de beste e-mail tool hebben en ik wil de beste social media tool hebben, et cetera. Oké, daar is wat voor te zeggen, maar hoe ga je dan uiteindelijk het aan elkaar knopen en hoe ga je zorgen voor een geïntegreerde dashboard van je marketing KPI's? Ja. De andere kant is de suite approach. En als ik dan kijk naar HubSpot, de e-mail tool in HubSpot, is dat de allerbeste in de markt? Misschien niet. De social media tool erin is dat de allerbeste in de markt? Misschien ook niet, maar ze zijn allemaal minstens een 8. Ja. En het grote voordeel is, het is één geheel. En ik kan dus werkelijk echt een hele goede dashboard daarin bouwen. Waarin ik de marketing KPI's kan doen. En ik kan dus heel duidelijk laten zien, en dus ook mijn klanten aan de directie. Wat heeft het nou opgeleverd? Ja. Dus ik heb acties gedaan. Ik heb mensen naar mijn website getrokken. Dus ik heb zoveel bezoekers gehad. Er zijn zoveel contacten uit voortgekomen. En er is gewoon zoveel business uitgekomen. Ja. En dat maakt marketing van een vage kostenpost naar een investering in je business. Juist. En nog een ander belangrijk verschil, denk ik. Heel veel, want je hebt natuurlijk meerdere marketing automation tools. Heel vaak gaan die uit van een e-mailadres. Hè, en als ik een e-mailadres heb, dan kan ik allerlei workflows bouwen, et cetera. Mm-hmm. Maar wat nou als je geen e-mailadres hebt? En dat is het vertrekpunt geweest van HubSpot. Eerst en vooral, hoe kan ik e-mailadressen genereren? Onze klanten willen dat hun website een leadmachine is, die continu nieuwe contacten genereert. En dat je daarna uiteraard workforce gaat bouwen en gaat lead nurturing doen enzovoort, is logisch. Maar het begint natuurlijk met een e-mailadres en zeker met de AVG-wetgeving. Ja, je mag niet zomaar iedereen mailen. Ja. Dus daar is de eerste drempel, zou je kunnen zeggen. Hoe kom ik aan een e-mailadres waarvan de persoon toestemming aan mij heeft gegeven om te mogen mailen? Mm-hmm.
Dus zo kwam HubSpot op inbound marketing. Heel veel aanbieden, vaak gated, hè, achter formuliertjes, zodat je het moet downloaden. En welke gegevens? Ja, ik zeg altijd zo, deel je kennis en vermenigvuldig je omzet. Dat is eigenlijk waar het nu komt. Ja, mooi. Ja, in die zin is HubSpot denk ik voor velen een voorbeeld als het gaat om inbound marketing. Wat heb jij daarvan geleerd, van hun aanpak? Eigenlijk heb ik, durf ik te stellen, alles wat ik weet van online marketing heb ik al bij HubSpot geleerd. Ja, echt waar. Er zit een schatkamer van kennis achter. De HubSpot Academy, de resources, de e-books, de blogs. Het is ongelooflijk. Ja. En ik zeg altijd, ook als ik lesgeef, dan hebben we natuurlijk van die mooie boeken van het NIMA en zo. Maar ja, op het moment dat, zeker als de online marketing, op het moment dat het boek gedrukt is, is het alweer verouderd. Ja. Dus de enige manier waarop je bij kan blijven in online marketing, is via online marketing. En een site als HubSpot kan daarbij helpen. En zo heb je natuurlijk nog andere sites, Marketing Facts in Nederland en noem maar op. Maar dat is wel de manier om bij te blijven. En jullie doen zelf ook natuurlijk je steentje eraan bijdragen om te zorgen dat mensen up-to-date blijven. Dus. Proberen we, onder andere met deze podcast. Dus goed dat je er bent. Hey, nou heel even terug naar het onderscheidende vermogen. Want je zei, eigenlijk heb je als ondernemer, dan wel marketeer, heb je de keuze. Ga je nou van voor alles een speciale tool nemen? Of kies je ervoor, en dat was meteen het onderscheidende vermogen van HubSpot, zei je, hè, die all-in-one tool. Ja. Want dan kan je beter doormeten. Ja. En dan heb je in ieder geval volgens jou op alles een 8, toch? Het is misschien geen 9 of een 10, zoals die speciale tools. Ja. Maar je kan het beter meten. Inmiddels maken ook de koppelingen maken slagen, toch? En bedoel ik mee dat met een Zapier en zo is het toch steeds beter te integreren? Ik speel een beetje advocaat van de duivel, maar je weet waar ik naartoe wil volgen. Nee, maar dat klopt. En wij gebruiken ook Zapier. Dus dat is een fantastische tool om dingen te integreren. En HubSpot is als platform ook nu zo. Het is nu echt een CRM-platform geworden. Ja. Waarbij je natuurlijk allerlei koppelingen maakt. Met ERP-systemen, met boekhoudsystemen, noem maar op. Dus natuurlijk. Maar als je het sec hebt over, kijk, laten we zo zeggen, online marketing werkt wat mij betreft alleen als je alles doet, al die elementen pakt en de juiste richting op gaat gaan. Het is niet alleen je website of je e-mail of je social media of je online advertising. Het is het complete geheel. Ja. En ik kan in HubSpot natuurlijk een complete campagne inrichten waar al die elementen bij elkaar komen, waardoor ik het ook dus een perfecte campagne over zich kan creëren. Wat heeft het nou opgeleverd? Ja. En ik zeg altijd maar zo, kijk, je hebt natuurlijk heel vaak de discussie tussen marketeers en tussen, laten we zeggen, de financieel directeur, hè, die het toch gauw ziet als een kostenpost. Zeg maar, ja, de directeur die krijgt wel allemaal financiële software, hè, die moet het doen op het telraam, die krijgt een professioneel boekhoudpakket. Maar ja, mag de marketeer ook zijn professionele pakket hebben? Ja, voor mij wel. Ja, voor mij ook. Ja, en bijvoorbeeld, het is niet zo raar natuurlijk, hè, als je het over nadenkt. Het is toch niet zo raar dat een marketeer natuurlijk ook een tool nodig heeft waarin hij al die dingen kan doen en waarin hij ook gewoon een aantal dingen kan automatiseren. Ja, het klinkt helemaal logisch inderdaad. Wij werken vooral voor 10 tot 100 FTE. Je had het wel even over in het voorgesprek. Ja. Waarbij ik Pipedrive net even vaker voorbij zie komen. Uh-huh. Heb jij daar wel eens last van als in dat ze twijfelen tussen die twee? Of misschien nog andere? Nee, want ik denk als je daar tussen twijfelt, dan klopt er iets niet. Want met alle respect voor Pipedrive is toch een ander soort tool en lang niet zo breed. En we hebben de nodige ervaring met de Pipedrive overzetten naar HubSpot. Dus als je ziet wel typisch als een bedrijf wat verder groeit, hè, dat ze toch tegen de grenzen van Pipedrive aanlopen en bijvoorbeeld naar HubSpot toe willen. Aan de andere kant moet ik er wel bij zeggen, je kan gratis beginnen met HubSpot. HubSpot heeft gewoon een gratis versie. Ja. Dat wil ik niet zeggen dat je er heel veel mee kan, daar moet ik ook eerlijk in zijn, maar hij is er wel. Dus ja, als je gewoon eens mee wil spelen en met de HubSpot Academy kennis opdoen, is dat wel een ideale manier om te kijken of het wat voor je is. En dat werkt echt wel hartstikke goed, maar het is tegelijkertijd ook gevaarlijk. Het is een geweldige lock-in natuurlijk voor ze, want je bouwt natuurlijk je CRM, hè, die maken ze bewust gratis natuurlijk, dus zodat je er je gegevens allemaal instopt. Je stopt er best wel wat tijd in. Ja, en maar daarna, dat is natuurlijk het kenmerk van alle software, Jody. Ja, helemaal waar. En niks daarvan. Nee, alleen maar dat is geen HubSpot-issue wat dat betreft. Nee, alleen maar credits voor hoe ze dat aanpakken. Want ja, hartstikke slim, maar ook nog eens hartstikke mooi. Want de CRM-tool voor echt de hele kleine ondernemer werkt echt uitermate goed. Ja. Die hoeven echt niet verder te kijken. En weet je hoe dat gekomen is? Nou, vertel.
De originele oplichter, HubSpot is natuurlijk komt in Boston, hè? Dus daar hebben we natuurlijk grote instituten zitten als MIT en Harvard. Nou, daar zitten dus ook vol mee met dat soort mensen bij HubSpot. En HubSpot is oorspronkelijk gefinancierd door Google en Salesforce. Oh. En dus nog steeds zo dat de integratie van HubSpot en Salesforce het beste is, zeg maar, in de markt, wat dat betreft. Nog beter dan, denk ik, dan hun eigen product Pardo. Maar op een gegeven moment hebben ze Pardo gehad, wat natuurlijk een rechtstreeks concurrent is van HubSpot. Ja. En toen werd het wel hard tegen hard, zeg maar, Salesforce en HubSpot. Een soort Hamilton Verstappen. Toen hebben ze gezegd, oké, we gaan een gratis CRM tool maken en die blijft ook altijd gratis. Dat zal ik altijd zo blijven. Ja. en zo is het gekomen. En nu ondertussen hebben ze ook een professionele salesomgeving dan, die vergelijkbaar is met de onderkant van Salesforce, laten we zo zeggen. Ja. Dus ja, je ziet in die zin dat ze nu wel wat meer concurrent zijn geworden. Ja, want ze pakken inderdaad daarmee natuurlijk wel de onderkant. En bedoel ik de onderkant van de Salesforce-markt, ja. Ja, precies. Ja. En zit er ook een bovenkant aan HubSpot? Ja, de Enterprise-versie, daar is ook heel veel werk in gedaan. En dat is ook echt wel een serieuze concurrent voor de bovenkant van de markt. Ja, precies. Dat maar is wel het unieke, vind ik, met HubSpot. Ik heb een gratis versie, wat je niks kost, tot en met de Enterprise-versie, waar je duizenden euro's per maand voor betaalt, maar uiteraard dan ook veel meer kan. Juist, ja. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk, zit er ook een limiet aan dat je zegt van, nou, voor echte de corporates, die kunnen wel beter over naar Pardo? Nee, nou niet meer. Nee. Een paar jaar geleden zou ik het zeggen van wel, maar nou niet meer. Nee. Ja, nice. Ja, ik zie ook dat ze nog steeds gewoon doorontwikkelen. En volgens gaat mij, zo hard. Het gaat zo waanzinnig hard. Ze hebben 200 developers volgens mij. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Het is voor ons, wij zitten elke dag mee, het is voor ons al knap lastig om dat allemaal bij te houden, die ontwikkelingen. Ja, echt. Hè. Ja. Hey, kun je ons dus meenemen in hoe zo'n integratietraject eruit ziet? Bedoel je integratie met andere systemen dan? Eigenlijk gewoon stel, er komt een klant bij jou, een nieuw klant, en die zegt, oké, doe maar al de week, ik wil HubSpot gewoon in volle naad ervaren. Ja. Nou ja, goed, dan moet hij eerst natuurlijk de HubSpot-licentie aanschaffen. Daar begint het ook mee. Dan moeten we kijken, wat is de juiste HubSpot-licentie die bij dat bedrijf past? Vervolgens is natuurlijk de technische onboarding, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus de portal moet ingericht worden, de templates moeten worden gemaakt, zodat dat de klant ermee kan werken. En dan begint eigenlijk het echte werk, zeg maar. Hè? Dan heb je de auto geconfigureerd, maar ja, dan moet je er ook nog kilometers in maken. Dus dan helpen we, afhankelijk van wat de behoefte is van de klant, helpen we met het opzetten van een inbouw marketingplan. En vervolgens de eerste campagne opzetten, zodat ze op weg zijn. En dat ligt een beetje aan de klant wat hij wil daarna. Hè, wil hij dat we het allemaal voor hem doen? Of wil hij af en toe ons helpen? Of wil hij het daarna helemaal zelf doen? Dus dat ligt een beetje aan. Maar ik zeg altijd wel van, als je HubSpot implementeert, implementeer het even, zoals ik het noem, plain vanilla. Dus gaan er niet alle toeters en bellers meteen willen. Gaan er gewoon eerst starten met de eerste campagne. Maak een awareness, consideration, decision content. Trek daar de blogs uit. Trek daar de social media posts uit. Ga daar e-mails doen. Zet er een workflow achter. Maak daar een mooie campagne van. Mm-hmm. Zet de eerste inbound marketing campagne live hebt. En kijk hoe dat dan loopt. Ja, en bedoel je dan ook dat je start met de marketing hub? Want ze hebben 4 of 5 verschillende hubs. Ja, dat klopt. Hè? Dus, HubSpot is tegenwoordig, toen ik ermee begon, was het alleen marketing. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk een CMS, een content management systeem, waar je je website in kan bouwen. Ja. Je hebt natuurlijk de CRM, je hebt de marketing tool, je hebt de sales tool, je hebt de service tool. En je hebt tegenwoordig Operations Hub. Dat is eigenlijk waarmee je dus integraties kan doen. Dus ja, het is wel echt een heel serieus platform geworden in al die jaren. Ja, super, super breed. En omdat je zegt, van we beginnen bij de marketing. In hoeverre is dit gewoon goed zelf aan te leren? En waar kom jij doorgaans in beeld? Ja, het is dezelfde discussie een beetje van, die ik wel eens heb met klanten van, ja, mijn HubSpot kost zoveel geld. Hè? Nee, dat zijn eigenlijk twee dingen. Je hebt marketing automation tools zelfs die gratis zijn. Hè? Dus bedoel ik niet alleen HubSpot, maar je hebt ook wel gratis tools die zelfs meer kunnen dan de gratis versie van HubSpot. Alleen, dat is denk ik voor mensen die wel tijd hebben, maar geen geld. Want ja, als je daar een landingspagina in moet bouwen, ben je de hele dag bezig, wat ik in een kwartiertje doe. Dus er zit natuurlijk wel een bepaalde relatie tussen prijs en kwaliteit. Dus daar moet je natuurlijk naar kijken. En aan de andere kant is het natuurlijk zo dat je met HubSpot heel veel verschillende kanten op kan. Wat afhankelijk ook is van wat je eigen wensen zijn. Hè? Je zegt, je start met marketing.
Het hoeft niet per se. Je mag ook met sales starten of met je website. Maar wat heel vaak klanten bij mij komen, die zeggen van, ja, onze website is niet goed, want ik ken niet genoeg leads, dus we moeten een andere website. Ik zeg, nou, ik denk dat je website er prima is, maar wat je moet toevoegen is interessante content, zodat mensen ook converteren. Want ik zie heel veel websites, die zien er best mooi uit, maar geen enkele conversiemogelijkheid. Ja, daar krijg je ook geen leads binnen. Ja. Dus dan zeg ik van, nou, begin nou gewoon eens met Marketing Hub te installeren naast je website. Ga interessante content maken, deel je kennis. En dan zul je zien dat je al veel meer leads genereert. Want wat je heel vaak ziet bij een website, auto's zijn er bijvoorbeeld daar een mooi voorbeeld van. Hè? Dan kom ik op een autowebsite en dan nu met gratis airco. Ja, maar als ik net 2 maanden geleden een auto gekocht heb, ga ik er niet nu weer eentje kopen, omdat er gratis airco is. Dus je moet nadenken in welke fase zit mijn bezoeker. En ik weet niet in welke fase mijn bezoeker zit. Of die in awareness, consideration of decision fase zit. Ja. Maar wat ik wel weet, als ik voor elke fase content heb, dan gaat mijn conversie omhoog. Zo simpel liggen, dan maakt de funnel aan de bovenkant veel breder. Ja. En dat is waar een hoop websites in mijn mening mis in gaan. Die hebben dan wel decision content gemaakt. Dat ligt ook het dichtst bij hunzelf, bij hun eigen product. Ja. Maar de awareness content, die vinden ze vaak ontzettend lastig. Want die ligt het dichtst bij de buyer persona. Mm-hmm. En daar gaat het vaak in mis. Dat ze eigenlijk niet goed, hè, wat natuurlijk de kern van marketing is het stappen in de ga je in de schoenen van je klant staan. Ja. En dat blijkt toch vaak heel lastig te zijn voor bedrijven. Maar dat betekent ook dat je ook op je awareness level, top funnel, dat je al gated content moet creëren. Absoluut, ja. Ja. Heb je een voorbeeld daarvan? Van wat zou je kunnen aanbieden nog als ze je amper kennen? Nou ja, goed, dat ligt natuurlijk aan je business. Hè? Maar bijvoorbeeld in ons geval, stel bijvoorbeeld, we hebben veel voor IT-klanten. Nou, dus wij hebben een e-book gemaakt, inbound marketing voor IT-bedrijven. Ja. Dus hoef je helemaal niet in de markt te zijn voor HubSpot, je hoeft ook helemaal niet in de markt te zijn voor ons. Maar ik hoop dat je daar inspiratie uit kan halen als IT-bedrijf. Oké, wat is dat inbound marketing nou? Hoe kan ik daar iets mee? Hoe werkt dat? Nou, je kan je lekker downloaden en veel plezier ermee. Juist, goed zo. Ja, duidelijk verhaal. Ik wil even 3 stellingen aan je voorleggen, doe ik altijd. Dit hebben we niet geoefend, dus kom maar op. Helemaal spontaan. Hey, je mag alleen eens of oneens zeggen en een beetje BNR zaken doen met stijl. Daarna mag je... Daarna mag ik nuanceren. Daarna mag je uitleggen nuanceren, inderdaad. Okay. De eerste is... wel grappig, want eigenlijk bij de introductie hebben we dit al besproken. Maar goed, we doen gewoon alsof we dat niet gehad hebben voor degene die nu intunen op de een of andere manier. HubSpot is vooral geschikt voor bedrijven die online sales doen, maar niet als je ouderwetse offline sales doet. Nee, niet mee eens. Oneens. HubSpot heeft ook hubs, of tools dus, die niet lekker werken. Ik zou dan ook eigenlijk nooit alles tegelijk afnemen van ze. Niet mee eens. Oneens dus, ja. Oké. Okay. HubSpot lijkt goedkoop, want gratis in het begin, maar wordt al vrij snel duur. Ook niet eens. Nee. En wat is duur? Ja, een moeilijke. Maar laten we even bij de eerste beginnen, want het is dus ook geschikt voor ouderwetse, tussen aanhalingstekens, offline sales. Ja, het heeft niet zoveel met offline of online sales te maken. Waar het mee te maken heeft, is heb jij een product die mensen niet, wat geen routine aankoop is, en waar mensen dus een behoorlijk bedrag voor moeten uitgeven, zodat ze dus zich gaan oriënteren. En wij hebben bijvoorbeeld ook een klant die verkoopt kokend waterkranen. Hè? Dat is een concurrent van andere grote merken, van Koeken. Ja, je koopt niet elke dag een kokend waterkraan. Nee. Dus als je dat gaat doen, ga je je oriënteren. Ja, ook het waterkraan, waar moet ik op letten? Hoe kinderbeveiliging, weet ik het allemaal. Nou, dus dat betekent dat ik daar met een tool als HubSpot op kan inspelen. Ja. Verkoop je koekjes, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar dan zou ik het niet zo gauw aanraden. Ja. Dus, maar in B2B heb je dat bijna altijd. Mm-hmm. Dus daarom zie je het ook bij heel veel B2B. Maar let wel, in B2C werkt het ook hartstikke goed. Maar dan heb ik het wel over keukens, badkamers, nou ja, kokend waterkranen. Gewoon duurzame consumentenproducten. Dan gaan consumenten leggen er ook online een reis af. Ja. En als je dus online een reis afgelegd voor informatie, dan kan ik dus met inbound marketing daarop inprikken zo vroeg mogelijk. Dus dan kan je prima met HubSpot doen. Ja, nou, duidelijk verhaal. Die tweede stelling ging inderdaad over die verschillende hubs of tools. En dan zei je ook, hè, van jij zou dus wel alles afnemen, omdat jij, en dat bedoel ik in de
introductie, eerste paar minuten, zei je al van dan heb je in ieder geval overal een 8. Ja. Om die reden is het gewoon goed genoeg. Ja, plus ik vind het, heel veel klanten vinden het wel ontzettend gaaf dat ik dus echt een mooie KPI-dashboard voor ze kan bouwen in HubSpot. Ja. Maar dan moet ik wel de onderdelen gebruiken van HubSpot, anders gaat dat niet. Ja. Dus ja, ik denk dat dat altijd loont wat dat betreft. Ja. Ja, ik zie dat, ik zie dat ook. Maar ik zie tegelijkertijd toch ook wel dat we... Ja, ik beaam het eigenlijk meer. Want als wij veel dingen aan elkaar proberen te knopen met inderdaad een Zapier en de glue, zeg maar, daartussen. Dan werkt dat vaak wel, maar heel veel gepiel overigens. Ja. En dan toch maar een week vliegt die webhoeken eruit. Ja. En dan denk je, wat valt er tegen? Ja. Ik had er meer was, maar dat blijkt inderdaad gewoon dat die al een week eruit ligt. Ja. En dat hebben we toch echt wel vaak. Dus... Ja, het is gewoon heel lastig om een goed dashboard te bouwen met allemaal verschillende tools. Ja. Ja. Hey, en als je nou een... dat was de laatste stelling. Ja, goed dat je aanvult inderdaad. Ik wou bijna doorgaan, maar het ging over de prijs. Ja. Dat het al vrij snel duur wordt. Ik heb het namelijk het idee dat inderdaad... op een gegeven moment kan het wel echt gaan aantikken. En dan hebben ze een vrij steile curve. Dat klopt. Maar het is eigenlijk heel simpel, hè, de business case. Kijk nou hoeveel leads je op dit moment genereert met je website. Ja? En hoeveel business je daaruit haalt. Dan is de gemiddelde orderwaarde natuurlijk wel belangrijk. Hè? Kijk, als je een gemiddelde orderwaarde van 25 euro hebt, hoef ik niet over aan te beginnen. Dat heeft geen zin. En dan kan ik vervolgens, ik durf te stellen, als jij, doen. Als je met ons in zee zou gaan, ik garandeer altijd dat je 20% meer leads gaat genereren. Waarom? Ja. Heel simpel, ik ga awareness en consideration content toevoegen aan je website. Ja. Ja, dus als je die 20% meer leads genereert en de conversie daaruit is ook hoger, omdat ik HubSpot gebruik en de opvolging kan automatiseren enzovoort. Dat maal de gemiddelde orderwaarde. Nou, dat verschil in business, dat moet de ROI zijn. Ja. Ja, en ik heb bijna altijd, als ik die berekening maak, dat ik op een hele mooie percentage zit, wat je nooit uit de bank gaat krijgen qua ROI. Dus ja. En dan is het meteen niet meer duur, ongeacht wat ze ervoor vragen. Dus in absolute getallen is het natuurlijk best een bedrag. Dat realiseer ik me. Maar ja, dat is met alles zo in het leven, wat je koopt. Er is een prijs-kwaliteit verhouding. Ja, nee, dat is zeker waar. Ja. Kijk, inderdaad, ik noem de pipedrive eventjes uit. Daar doe ik HubSpot veel te kort mee als ik die vergelijking maak. Maar er zijn natuurlijk ook wel vergelijkingen te maken met een SharpSpring. Nou, ziet er iets minder mooi uit, maar komt wel heel erg in de buurt. Maar is volgens mij goedkoper. En aan de andere kant van het spectrum, iets daar voorbij gaan, is inderdaad Salesforce weer, toch? Die ook Oracle Eloqua, Marketo, vergis je niet, die zijn nog duurder dan HubSpot. En die kunnen ook meer, hè? Alleen, het is nog wel eens lastig om het ook eruit te krijgen, want ze zijn niet altijd even gebruikersvriendelijk. Maar, dus in die zin zit HubSpot voor mij nog steeds wel een beetje mid-market, bovenkant mid-market. Maar goed, met een gratis versie kan je ook instappen. Dus ja, HubSpot probeert eigenlijk het hele spectrum te bedienen wat dat betreft. Heb jij nou ook vaak dat je dus in beeld komt om te gaan optimaliseren en dat je... denk, ach, deze fout weer. Hebben ze het weer zo gedaan? Ja, dat is een hele leuke vraag. Heb je een voorbeeld van? Daar heb ik heel veel. Nou ja, het begint al vaak dat ze bijvoorbeeld, dat beginnen ze met bloggen. En denk van, oké, en dan? Ja, maar dat is toch goed? Ja, dat is hartstikke goed. Maar wat is je call to action dan? Hoe denk je dat ooit leads uit te krijgen? Dus een van de grootste fouten die mensen doen is, begin nou gewoon met die 3 contentstukken, awareness, consideration, decision. Ja. Haal daar je blogs uit, haal daar je social media posts uit, bouw het op die manier je campagne. Makes all the difference. En content maken, goede content maken, dat weet je ook, is gewoon heel, heel tijdsgovend. Dus daar moet je heel slim mee omgaan. Hè? Ja. Dus dat is absoluut iets wat ik vaak zie. Een andere die ook heel leuk is, is daar hebben ze een download en dan gaat hij meteen naar sales. En dat is echt sales van, wat zijn dat voor waardeloze leads die je marketing mee stuurt? En dan zegt marketing, ja, maar jullie kunnen ook niet verkopen. Dat schiet ook niet op. Ja. Dus een lead moet pas naar sales als hij echt sales qualified is. Ja, en wanneer dat is, zul je in overleg met sales moeten bekijken. Maar dat is wel een fout die je heel vaak ziet, dat een lead veel te snel naar sales gaat. Ja, en werk je daarom ook altijd met lead scoring? Niet altijd, maar ik probeer wel heel helder vast te stellen wanneer de verschillende lifecycle stages zijn. Hè, dus wanneer, kijk, als iemand iets downloadt, is het een lead automatisch in HubSpot. Is hij in de doelgroep, dan is het wat mij betreft een marketing qualified lead. Want dan heb ik iemand binnengekregen die ik ook echt zoek. Mm-hmm. Dan gaat hij de workflow in en dan hopelijk als je dat weer een paar keer converteert,
dan weet ik de bandcriteria, dus budget, authority, need en timing. En dan is het een sales qualified lead. Ja. En dan kan ik tegen sales zeggen, luister, ik heb hier iemand die heeft deze behoefte, die heeft dit budget, dit is zijn beslissingsautoriteit en wil op dit tijdstip dat probleem opgelost hebben. Ik zou hem eens even bellen. Ja. En dat zijn de leads die sales wil. Juist. En als ze dan daadwerkelijk ook een afspraak krijgen enzovoort, nou ja, dan wordt het de opportunity en daarna hopelijk een klant. Dus zo gaat dat dan. Ja. Zie je dat die stages altijd bij elke klant helemaal terug, op dezelfde manier, met een funnel en een dashboard? Ja, ja, want, ja, dat is wat mij betreft toch de methode, ja. Ja. Want ik kan wel heel veel contacten hebben, maar dat is natuurlijk een ander belangrijk issue, wat ik ook heel vaak tegenkom, de database kwaliteit. Dan krijg ik een bak namen, en zeg, ja, wat zijn je klanten, wat zijn je prospects? Ja, hebben we niet aangegeven. Ja, hallo, hoe moet ik dan marketing gaan doen? Ja, ja. Des te verfijnder je database is, des te beter ik email marketing kan doen. Ja. Dus dat is een ander heel vaak groot probleem wat ik tegenkom, is een slecht gesegmenteerde database. Ja. En heb je daar, ja, want dat lijkt me dan lastig op te lossen voor jou, als je dan ermee aan de slag moet. Ja, dan ga je dus campagne, nou ja, dan moet je campagnes erop loslaten, en zodat je wel meer gegevens van ze krijgt, van de mensen die converteren, en het op die manier langzamerhand opbouwen. Ja. Ja. Ik heb nog één andere vraag, want we moeten een beetje gaan afronden. Ik zie dat we al een beetje aan de tijd zitten. Maar is het nou zo dat het hele AVG-tijdperk waar we in zitten, de GDPR wereldwijd, nou eigenlijk Europees dan vooral, is dat nou gunstig voor HubSpot en daarmee eigenlijk ook voor Heuvel Marketing? Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Ja, ik denk het wel. Wij nemen dat overigens heel serieus. Dus als wij een HubSpot Marketing Pro implementeren, dan hebben we een aparte AVG-sessie. Oh ja. Volgens mij is heel recent Amazon erachter gekomen dat je toch serieuze boetes kan krijgen. Ja. Dus ja, het is wel een serieus ding. En als je HubSpot goed inlicht, maar dat zul je ongetwijfeld andere tools ook kunnen, is natuurlijk je hele vastlegging is natuurlijk in orde. Ik kan altijd laten zien waarom ik toestemming van jou heb gekregen. En wanneer dat gebeurd is en noem maar op allemaal. En als je dat wil intrekken, dan kan ik dat ook zo automatiseren. Dus ja, ik denk wel dat dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd. En wat ik al zei, ja, probeer jij maar eens een marketinglijst te kopen die je mag mailen. Dat wens ik je veel succes. Dat wordt al gauw als spam gezien. Ja, dat was vrij snel spam natuurlijk, ja. Inderdaad. En hier heeft iedereen gewoon oprechte interesse in ieder geval. Ik ben akkoord dat jij mij opvolgt via e-mail of telefoon. Ja, en elke e-mail die we sturen vanuit HubSpot, kan je die toestemming weer intrekken. Ja. En dan kan je dus ook natuurlijk verfijnen, want dat is ook wel een best practice. Niet, ik ben wel of niet ingeschreven, nee, maar bijvoorbeeld, ik wil wel je nieuwsbrief, maar ik wil niet meer uitgenodigd worden voor je feestjes, noem maar wat. Ja. Dus dat kun je natuurlijk dan aangeven en dan kun je dus verfijnen. Er zit er eigenlijk natuurlijk met de privacy paradox, hè? Want ik wil als marketeer, wil ik jou niet lastigvallen. Ik wil jou juist die gegevens sturen, die informatie sturen waar jij graag op wil hebben. Maar om dat te kunnen, moet ik wel iets van jou weten. Mm-hmm. Ja, dat is het vervelende. Ja, precies. Ja, ik snap die paradox inderdaad. Want ik zag het ook op jouw eigen site. Ik was even doorheen aan het gaan. Ik heb ook je inbound PDF gedownload. En daar was de optie inderdaad. Ja, je moet sowieso akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Dan was de optie 2 even uit mijn hoofd was van, oké, ik wil ook een adviesgesprek. Die kon je dus uitlaten. En 3 was ik wel ook op de hoogte gehouden worden 1 keer per kwartaal. Wat ik best wel lage frequentie vond toevallig. Ja, maar dat je dan dus de nieuwsbrief krijgt. Ja. En die 2e, dan kan ik me zo voorstellen, nu ik jou een beetje ken en zo inschat, dat ik in een andere bak kom met een hogere scoring dus. En dat ik meteen een sales qualified lead ben. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Nou, heb ik niet aangevinkt, dus... ik zal je morgen niet bellen. Oké. Okay. Hey, allerlaatste vraag, want als je nou 1 tip moet geven aan een beginnende marketeer, wat zou dat zijn? Ja, hoe stom het ook klinkt, wat je vroeger op school geleerd hebt in de marketingopleiding, begin toch met een A4'tje, met een plan, al is het maar op een A4'tje, dat hoeft geen uitgebreid boekwerk te worden, maar denk gewoon heel simpel na van wat wil je bereiken, hoe ga je dat bereiken, bij wie wil je dat bereiken, welke middelen ga je inzetten en hoe wil je gezien worden door de markt. En zet een realistisch budget neer, want hoe vaak ik niet tegenkom bij bedrijven, die hebben dan gigantische bedragen geïnvesteerd in productontwikkeling. Oh ja, en dan moeten we ook nog met marketing doen. Ja, daar hebben we dan geen geld voor. Ja, hoe denk je dan dat mensen van jouw product gaan leren als jij daar geen geld aan wil besteden? Dus
ja, dat is altijd, vind ik toch wel bijzonder. Ja, en wat ik ook een feitje verhaal opmaak, is dat je als je dan je plan maakt, ook je drietrapsraket vorm gaat geven. Hè? Die awareness, consideration en decision fases dus in kaart brengen. En voor elke fase content maken. Ja, voor elke fase content maken en per buyer persona ook nog. Dus ja, je bent wel even bezig. Je bent ook wel even bezig, ja. Nou, dat wordt kleinschrijf op 1 A4'tje als het allemaal moet passen. Ja. Klaas, dankjewel. Hele nuttige informatie. Als mensen nou meer willen weten over jouw diensten, over HubSpot of ja, wat je zo kan bieden, hoe kunnen ze je het best benaderen? Nou ja, ik stel natuurlijk op LinkedIn, dus als je Klaas Klunder intikt, dan kom ik absoluut boven, dat weet ik zeker. En anders heuvelmarketing.com, daar kun je alles vinden. All right. Ik zet het ook nog in de show notes. Thanks voor deze insights. En wellicht tot de volgende keer. Hè? Het zou zomaar kunnen. Hartstikke leuk. Je ziet me wel verschijnen in je HubSpot CRM. Je ziet precies wat ik doe, volgens mij. Right, dankjewel. Okay. Dankjewel, Jordi. Hoi. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam, zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen? Of wil je zelf de gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn. Of stuur een mail naar jordi@redpanda.works. Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website redpanda.works. Ik wil je dan nog iets vragen en dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk super belangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dankjewel alvast en tot volgende week.